Vorig jaar werd hij gekozen tot opvolger van Alexander Pechtold als fractievoorzitter van D66. Ja, Rob Jetten aan tafel. Wanneer was het laatste keer dat je dacht, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Nou, dat overkomt me nog wel regelmatig, hoor, moet ik zeggen. Sowieso als ik in de spiegel kijk en de grijze haren tel die ik er het afgelopen jaar bij heb gekregen. Ja, ik ook al. Ja, ik heb er iets meer volgens mij. ik zit je op de hielen, Jan. Dat is heel goed. Nee, maar het is natuurlijk een heel heftig vak, fractievoorzitter zijn. Afgelopen jaar heel veel gebeurd. Het kinderpardon, pensioenakkoord, klimaatakkoord, dat zijn echt van die weken geweest dat ik tot diep in de nacht zat te onderhandelen op het ministerie. Stikstof. Toeslagen. Ja, en toeslagen, ik moet zeggen, dat was afgelopen maand, vond ik dat wel een van de zwaarste momenten. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel van D66, die trad af vanwege de toeslagenproblemen. En dat is natuurlijk voor die ouders die getroffen zijn echt heel heftig geweest. Die zijn onterecht als fraudeurs aangewezen. Ja. Hebben net voor kerst gelukkig eindelijk financiële compensatie gekregen. Niet allemaal. Nee, dat is de meeste zijn, is dat gelukkig gelukt. Maar het is vooral... ook niet de meeste, want het lijkt steeds erger te worden met die toeslagen. Nou, en dat is waarom ik het ook zo zwaar vind. Dit is het vertrouwen tussen de overheid en gewoon burgers dat echt tot het diepste geschaad is. En nu is het bij de Belastingdienst. Maar we zien natuurlijk bij al die grote organisaties dat het heel erg moeizaam gaat. Ja. En hoe we dat met elkaar moeten gaan oplossen. En wat doet dat met jou persoonlijk? Want je wilt toch het verhaal naar buiten brengen van het komt goed. Ja. Ja, ik vind het... kijk, ik als fractievoorzitter in een coalitie mocht je bijna overal over meepraten. Ja. Ik zit op maandag bij de premier en de vicepremiers om de week door te spreken. Dus je kunt heel veel invloed uitoefenen. Maar in dit soort hele zware gevallen ben je toch ook als Kamerlid afhankelijk van een ministerie en de ambtenaren die dat moeten uitvoeren. En ik vind het soms echt frustrerend lang duren. Ja. En dan zou ik het liefst dag en nacht bij gaan zitten. Maar dat gaat ook met mijn vak niet. Nee. Ik las vorige week in de krant dat je niet boos wordt. Nee, ik ben inderdaad, er was een heel mooi interview, vond ik zelf al, met Volkskrant Magazine. Heel spannend, want dat ging heel erg over mij als persoon en veel minder over mijn politieke werk. Maar daar kwamen ook emoties aan bod. En boosheid is een van de emoties die ik zelf niet goed beheers. Althans, ik word eigenlijk bijna nooit boos. In de politiek. Ja, en ik vind in de politiek dat heel veel collega's van mij vaak... bijna als een soort van theaterstukje boos worden. En daar wie heb doet ik dan dat helemaal niks mee. Nou, laat ik daar geen naam op plakken. Maar voor mezelf, ik vind het geen effectieve emotie voor mezelf. Ik kan wel me heel erg opwinden over zaken die ik onterecht vind. Maar dan ga ik het liever oplossen dan dat ik met een deur ga slaan. Ja, toch hebben we heel veel kanten van jou gezien. Ook op persoonlijk vlak. Hè? Want we zien van alles. Je kookt. Hè? Dat zien we dan ook in beeld. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, koken met Rob op YouTube. Ja. Ja. Maar je bent ook open over je geaardheid. Ja. Hè? Dat je met een man samen bent. Ja. En volgens mij zet je ook wel extra in voor die doelgroep. Ja, dat is eigenlijk een beetje onverwacht gegaan, vind ik zelf. Ik ben een jaar geleden, vorig jaar in oktober, fractievoorzitter geworden. En dat was natuurlijk een vrij stroeve start die ik had in het begin. Ik vond het, ik ben een enorm perfectionistisch. Ja, ik vond het heel spannend. Dat interview met Frits Wester was Jeroen Pauw in zijn laatste uitzending. Ja, ik stond ook nog even stil bij het verschil tussen mijn eerste keer en mijn laatste keer daar. Ja, zeker. Maar ik heb afgelopen jaar wat vaker aan programma's meegedaan. Zoals Tim Stent en Art Royakkers over de vloer. Om gewoon te laten zien wie ik ben, zodat mensen mij kunnen leren kennen. Ja. Maar helemaal in het begin, toen ik net fractievoorzitter werd, ben ik een keer 's ochtends vroeg in een grote nationale krant, stond gewoon op de voorpagina de openlijk homoseksuele fractievoorzitter van D66. En toen was ik echt een beetje in shock, want ik dacht, ze zullen nooit bij een van mijn collega's opschrijven, de openlijk heteroseksuele. Ja. Dus dat je anno 2019 dat nog opschrijft. Ja. En op dat moment heb ik besloten, de momenten dat het nuttig is, praat ik ook gewoon over mijn geaardheid en over mijn relatie met Sjoerd, omdat het hopelijk andere mensen kan helpen in hun worsteling met hun geaardheid. Qua publieke optredens, hè? We hadden het net over die doelgroepen. Je bent ook geweest bij een uitreiking voor de beste drag queen. Ja, in Nijmegen. Met, je hebt er beelden van zelfs. Ja, overal beelden van. Ja, als beroemdste homo uit Nijmegen hebben we hem toch gevraagd. Superleuk dat hij het wilde doen. Juryoverleg. Dit is geheim juryoverleg. Oh. Ben je zelf nooit in de jurk gelopen? Nee, ik denk ook niet dat ik heel goed zou zijn op hoge hakken. Maar ik moet zeggen, ik ben erg onder de indruk, zeker van twee deelnemers, die vandaag voor het allereerst meedoen aan zo'n wedstrijd. Hoe lastig is het voor het thuisfront, voor Sjoerd, dat jij zo in de belangstelling staat? Want ik heb begrepen in het begin dat ze zelfs achter hem aangezeten hebben, de roddelpers. Ja, een van de fotografen van Privé en Story heeft echt een hele dag achter mijn partner aangereden.
Toen stond er een week later een reportage met de slijter, de supermarkt, de glasbak, in de rollenbladen. En mijn moeder vond het in het begin heel ingewikkeld als er dan weer op bepaalde sites hele harde dingen over mij werden geschreven. Die werd boos ook, hè? Die werd echt boos van. Ja, mijn kind wordt aangevallen. Ja, dus dat. En ik voelde me daar ook wel een beetje schuldig over, want je wordt zelf dan fractievoorzitter, maar dan zit heel je privéomgeving er ook mee opgezadeld. Maar gelukkig heeft iedereen inmiddels wel geleerd dat je daar niet al te veel naar moet kijken. D66 is ook een onderwijspartij. We hebben hier de onderwijzers van het jaar aan tafel zitten. Dat wil niet zo lukken nog, hè? Lerarentekort, protesten. Nee, dat is, mijn vader is afgelopen jaar met pensioen gegaan nadat hij 40 jaar voor de klas heeft gestaan. En die zorgt er ook elk weekend voor dat ik even van hem te horen krijg wat er nog moet gebeuren. En het is wel, kijk, natuurlijk flinke stappen gezet in de salarissen voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar we hebben echt 10 jaar lang te weinig geïnvesteerd. En we kunnen dat gewoon niet in een paar jaar tijd inhalen. Nee, terecht dat leraren blijven actie voeren en ook Den Haag onder druk blijven zetten. Want ja, ik zit ook met 19 zetels in de Kamer, maar ik heb er wel minstens 75 nodig om er nog meer geld in het onderwijs te kunnen investeren. En één heel belangrijk ding dat ik aankomend jaar wil doen. Er is dus ongeveer 2,5 miljard nu extra bijgekomen voor het onderwijs. Maar heel veel leraren zeggen, ja, ik zie het eigenlijk niet bij mij in de klas terechtkomen. En D66 gaat nu een wet indienen om de financiering van het onderwijs op het allerlaagste niveau te krijgen. Dus dat je niet allemaal scholenkoepels hebt met 20 scholen en allemaal duurbetaalde bestuurders die dan gaan bedenken, wat ga ik met dat geld doen? Maar gewoon een schoolleider die met zijn leraren kan besluiten wat er het aankomende jaar met dat extra geld moet gebeuren. En ik hoop dat we dat wetsvoorstel in 2020 aan de meerderheid kunnen helpen. Kunnen jullie daar wat mee? Nou, ik hoop ook nog iets met rekenen, hoop ik. In ieder geval, ik vind het heel jammer. Ik zit natuurlijk het mbo dat mede dankzij D66 de doorlopende rekenleerlijn doorbroken is in het VO. Maar we hebben in ieder geval hoop. Er zijn in ieder geval ons mooie initiatieven binnen het mbo om daar het rekenen ook weer een goed impuls aan te geven. Maar jammer dat de lopende leerlijn er niet meer is. Dat is onderwijs, we praten er zo over verder. Sorry. Nog even over D66. De partij wil ook groen zijn. Dan ligt er nogal een hele opgave als we het hebben over het stikstofbeleid, de crisis. Ja. En wat nou wel of niet de beste oplossing is. En dan het idee voor de halvering van de veestapel. Is dat nog wel steeds een idee waarvan je zegt, daar kunnen we gewoon mee doorgaan om te zeggen van dat is echt wel een realistisch en goed plan? Nou, we hebben te veel stikstof in Nederland. En dat is heel slecht voor onze natuur. Maar daardoor kunnen we op dit moment ook te weinig huizen bouwen. Dus we moeten echt het komende jaar flink naar beneden met die maatregelen. En dan zegt D66, een groot deel van die stikstof komt uit de agrarische sector. Dus daar zal ook uiteindelijk minder vee, maar ook andere manieren waarop je stallen bouwt moeten plaatsvinden om die stikstof naar beneden te krijgen. Maar ik wil het eigenlijk vooral ook met boeren samen doen. Ik ben zelf opgegroeid in Brabant, in een regio met heel veel varkensboeren. En die zeggen, ja, ik kan eigenlijk al 10 jaar lang geen fatsoenlijke boterham meer verdienen door die veel te lage prijs voor varkens. En omdat de overheid elk jaar weer andere regels voor boeren bedenkt. Ik ben de laatste maand bij veel jonge boeren op bezoek geweest. Die wel heel graag willen. Die willen ook wel graag duurzame boeren. Maar ze weten eigenlijk niet hoe. Mm-hmm. En die kijken naar dat debat in Den Haag. En die zien allerlei politici met elkaar ruzie maken. Maar ze horen eigenlijk niet hoe we ze nu gaan helpen om echt die omslag te maken. En dat vind ik een terechte kritiek op Politiek Den Haag. Want we hebben ook, zoals bij het onderwijs, hebben we ook bij de landbouw de afgelopen 10 jaar gewoon te weinig durven hervormen. En dat moeten we nu in een jaar tijd gaan inhalen om ook onze natuur weer beter te beschermen. Ja. De opvolging, de nieuwe partijleider, moeten we het ook nog even over hebben. Mevrouw Kaag meldde zich van de week. Meldt zich steeds nadrukkelijker. Ja. Wil je doorgaan? Nou, ga maar niet zeggen dat je dat nog niet weet. ik ben met ontzettend veel plezier fractievoorzitter. Dat hoop ik nog sowieso heel lang te mogen blijven. Maar in de zomer kiezen de leden van D66 de lijsttrekker. Maar kunnen ze jou ook kiezen? Dat is de vraag. Nou, die keuze die ga ik in april definitief maken. Maar het is wel Alexander Pechtold, mijn voorganger, ook uit Gelderland. Die heeft 12 jaar lang die partij geleid. En lang zei iedereen, als Alexander weggaat, wat moet er dan met D66 gebeuren? Maar nu hebben we dus de luxe. We hebben Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken. Sigrid Kaag, minister van Ontwikkelingssamenwerking. Nou, wellicht ik zelf. Ja, dit is allemaal heel politiek correct. Ja, zeker. Je weet het natuurlijk al lang. We komen er niet achter. Maar ik maak er geen geheim van dat ik het geweldig zou vinden als er een vrouw in het torentje komt. Ja. En dan heeft D66 twee hele goede kandidaten. Maar ik wil zelf natuurlijk ook heel graag door voor de partij. Ja. En in welke rollen we dat allemaal gaan doen, dat hoort. Jij wil gewoon fractievoorzitter blijven, toch? Nou, dat sowieso. Ja, dat dacht ik wel. En partijleider ook, toch? Ik ga hier geen nieuwtje verklappen. Zo net voor de jaarwisseling. Maar in de zomer gaan de leden dat wij weten allemaal beter, denk ik. Dankjewel. Ja, zet hem op het komend jaar. Dankjewel.